hebben vandaag een opening van een tijdelijke craftsmarkt, waarbij de inheemse vrouwen, 19 in totaal, hun goederen aan de toeristen, maar ook aan de lokale bewoners kunnen verkopen. Nou, we vinden het leuk. We vinden het leuk, want daar hadden we echt problemen met de zwervers en de stank daar. Dus dat we naar hier gekomen zijn voorlopig, vinden we goed. Ik ben nauwelijks 2 jaar hier begonnen. Mijn nichtje, Marianne, heeft me erin gebracht. Dus eigenlijk na het overlijden van mijn man heeft ze gezegd, kom naar hier. Dus zo ben ik dan hier gekomen. Maar ik heb altijd met de inheemse dag in de Palmentuin meegedaan. Vanaf, ik denk, 2000. Hou me ten goede 14. Bijouterie. Maak ik oorbellen, armbandjes, kettingen. Kleding. Jurk, schouderdoek, rokken. Hoofdbandjes, hoofdtooien. Ja. Dat zijn die dingen zo die we allemaal maken. De oproep naar de jeugd, want wij worden ouder. Laten we zeggen, we worden wijzer. Maar we willen onze cultuur overdragen aan de jongeren. Maar we weten niet als ze interesse daarin hebben. Want tegenwoordig hebben de jeugd meer interesse in andere dingen. Bijvoorbeeld de hele dag achter hun game, de televisie of zo. Maar ik wil toch een beroep aan hun doen van, pakken jullie het op? Van de ouderen. Want wij gaan naar onze hemelse vader. We weten niet wanneer, maar we zijn niet zo jong meer. Dus wij willen graag overdragen aan hun.